Ontslagpolitiefunctionarissen Gentle en Hellings wordt aangevochten. Santokki pleit ook op de klimaattop voor meer geld. En ondersteuning herstelplan Suriname krijgt 150 miljoen US dollars. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 8 november 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Sergio Gentle en Raoul Hellings leggen zich niet neer bij het gisteren aangezegde ontslag. De Surinaamse Politiebond vergadert over de kwestie in een speciale ledenvergadering. Er is geen sprake geweest van een zorgvuldige procedure. Tegenover de Sun meldde Gentle dat het vaststaat dat in het proces naar het ontslag er veel fouten zijn gemaakt. Ik zit al 16 jaar in dienst en ik weet hoe het systeem werkt. Een van de zaken bijvoorbeeld is dat ik bij mijn buitenfunctiestelling en schorsing nooit de gelegenheid heb gehad om mij te verweren. Aldus Gentle. The Organic Movement, de organisatie die zich actiematig heeft ingezet tegen het huidige regeringsbeleid, laat het hier niet bij zitten en stapt naar de rechter. Santokki was de tweede spreker in de klimaattop in Egypte. Hij wees erop dat Suriname een van de weinige klimaatneutrale landen is. Suriname neemt meer CO2 op dan het uitstoot. In een duidelijk betoog werd de situatie van de laaggelegen kustlijn, die bedreigd wordt door een stijgende zeespiegel, maar ook de mangrove aangehaald. De nadruk werd ook wel gelegd in de verwijtende sfeer naar de rijkere landen. We call upon the international community to put its money where its mouth is. De roep om geld en meer steun voerde dus ook hier de boventoon. En over geld gesproken. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB, heeft een Policy-Based Loan, een PBL, voor Suriname goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 150 miljoen US dollars. Dat is een eerste tranche van een begrotings- en projectsteun. Over een periode van 3 jaar gaat het om een totaalbedrag van 500 miljoen US dollars. Dit bedrag komt ten goede aan het herstelplan dat wordt ondersteund door het IMF. Deze tranche is de tweede voor dit jaar. Deze goedkeuring geeft impliciet aan dat de overheid goed op weg is met het gezond maken van de Surinaamse economie. Dat meldt het ministerie van Financiën en Planning in een persbericht. Naast institutionele versterking van de overheid staat ook de versterking van de staatsfinanciën centraal in deze lening. Het geld wordt de komende weken overgemaakt en komt ten goede aan de begroting en ook aan de uitbreiding van het sociaal vangnet. In april dit jaar was al 50 miljoen US dollar beschikbaar gesteld. De middelen zullen deze komende weken worden overgemaakt en komen ter beschikking van de begroting. Als de richtlijnen van het IMF worden gevolgd, wordt ook de komende 2 jaar 150 miljoen US dollar per jaar overgemaakt. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app regionieuws.tv. En nieuws melden, dat kan natuurlijk ook. Stuur uw berichten met foto's en video's naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Een fijne dag verder en blijf vooral gezond.